Ja, vrienden. Die coalitie, hè, die is alleen maar bezig met de kiezers kwaaier en bozer en kwaaier te maken. Ja, daar zijn ze mee bezig. Ja, want het begon al, hè, met het crisisberaad, begon het al met ene staatssecretaris van D66. Zag je die gozer, die ene vuilbrief? Maar het van gehoord, die is van mijnbouw of zoiets. Nou, in ieder geval, de gozertje, die komt dan bij zo'n gesprek. En die zegt dan, ja, ik weet ook niet precies waarom ik hier vanavond ben. Maar laten we eens gaan kijken waarom de mensen niet op ons gestemd hebben. Ja, en hoe durf je? Hoe durf je? Wat is dit voor een gekwaak? Met arrogantie van, oh, we zullen eens even kijken. Nou, weet je waarom ze niet gestemd hebben op jullie, vuilbriefje? Dat komt omdat jullie niet naar de mensen willen luisteren. Omdat D66 alles door de strot wil douwen. Ja, en dat jullie steeds zeggen, het gebeurt op onze manier en anders gebeurt het niet. En daar hebben mensen gewoon een hele erg hekel aan. Dat is er aan de hand, vuilbriefje. Ja. En toen, nou ja, en dan komt er een crisisberaad. En nou, iedereen in afwachting van, hè. Nou, daar zal die komen. Daar komt de Rutte, die gaat natuurlijk vertellen. Nou, we gaan ons aanpassen en we gaan dit en dat en dat. Nee, wat krijgen we daar? Dan komt Rutte en die komt weer babbel. Tjongejonge. Hij solliciteert naar de bijnaam Knabbel van Babbel. Het babbel, er komt weer niks uit. Komt alleen maar vertellen. Ja, we gaan ons inzetten voor verbeteringen in de dossiers. Met Groningen en de toeslag en Sixdom. En dat is het dan. Dat is alles. Ja, we komen vrijdag met een brief. Oh, je komt vrijdag met een brief. Oh, nou, geweldig zeg. Tjonge. En dat na 2 weken? Na de uitslag hebben jullie niks gezegd. Na de uitslag was het ook alleen maar babbel. We gaan dus even bestuderen wat we hiermee aan moeten. En dan doe je niks. En dan ga je dus een crisisberaad houden. En dan kom je alleen nog maar met dit. Alleen maar, ja, we gaan werken aan verbeteringen. Oh, en daar heb je dan zo'n uitslag van de BBB voor nodig. Ja, om je dat duidelijk te maken. En toen kwam ook nog de grote giller. Ja, van de krabbel, van de babbel. En toen zei hij van, ja, en de mensen vragen zich af, let op hè nu, ja, is de politiek niet te veel met zichzelf bezig? En is de politiek er wel voor iedereen? Nee. Ja, dat zei hij. Hé, hey, wat denk je? Ja, de mensen, nee, dat vragen de mensen zich niet af. Knabbel, helemaal niet. Dat weten de mensen al helemaal zeker. Het wantrouwen in jullie en de politiek is al zo hoog als de Mount Everest. En vrienden, ik zei het al. Ze worden steeds bozer. De kiezers worden steeds bozer. Ja, en die gevestigde orde, die is alleen maar bezig om het nog en nog erger te maken. En dat gaat ook gebeuren. Ja, want vrienden, hey, ik heb hem al gezien weer. Die ober, die staat gewoon weer keurig mee te schrijven.